Het examen met hem op tv ben. Ja, maar zie je hem gewoon ook? Ik tennis vaak met hem. Is dat voor de conditie van het zingen? Ja, je moet toch een sport doen, hè? En je doet ook zingen met je dochter, hoor, hè? Ja, doe ik ook. Daar heb ik verder niks meer op de radio of zo van vernomen. Is dat dan wel door? Huh? Waarvan? Nou, van jij met je dochter een plaatje of zo. Die heb ik weer gemaakt, ja. Hoe heet dat? Amor, amor. En hoe oud is je dochter? 18. Hoe heet ze? Christa. Heb je weer kinderen? Ik heb nog een zoon, die heet Dave. Hoe oud is die? Willen ze allebei de muziekrichting uit? Of, Ja, ik denk niet. Het is je lieve schooljuffrouw. En Dave zal het wel willen, maar die moet eerst een baard als ik heel heb. Wordt er misschien wel wat. Hoe lang ben je nou al bezig met muziek? Ja, ik heb 3. En daarvoor, Dave? Dat ging best lang. En dan had ik ook een patatje. Ben je daar dan zo in gerold? Ja, vroeger zong ik al, toen ik een jaar 7, 8. Ja, maar toen was het natuurlijk nog niet beroemd. Nee, zong in een café. Ja, maar hoe ben je dan opeens weer zo begonnen? Of hoe oud ben je, was je toen weer begonnen? Ik weet dat ik 36 was. Tot er eentje naar me opgegeven en alleen die jacht. Een vriend of zo? Ja. En daar won je en dat ging allemaal goed gedaan? Ja, zo is het gegaan. En de eerste plaat, hoe is dat gegaan? Een schuldige foto was dat. Ja, maar hoe kreeg je die aanbieding? Ben ik zelf met een bandje ben ik langs platenmaatschappij gegaan. Ik ben bij CNR geweest. Ik ben bij Willem Verkoten, met Joost Draaien, heel bekend. Ik ben ook niet werk geweest. Ik ben Giemel Tanje geweest. En wie nam het toen uiteindelijk? Ze wouden het alle drie hebben, maar ik ben bij Verkoten terecht. En dat is CBR? Dat is ook, nee, ook CNR. CNR? Verkoten met twee O's? Ja. Ja, dat staat toch niet eens lullig. En dat is meteen een hit geworden. Is het toen allemaal erg veranderd voor je? Nee, ik heb hitjes achter elkaar gehad. Ja, maar ik verscheurde je foto's meteen een knaller. Is toen je leven erg veranderd? Je kon natuurlijk moest stoppen met werken natuurlijk. Ik moest stoppen met gewoon werken. Met beroepen. Maar ja, veranderd. Je leven is altijd veranderd. Je verdient meer geld. Je moet harder werken, want je bent s'nachts altijd weg. Is je leven veranderd geworden? Wat is nog allemaal het mooiste hoor? Niet het mooiste? Je moet hard werken. Niet zo mooi als het lijkt dus. Ja. Heb je nou veel contact met andere Nederlandse artiesten? Ja, al die touwers. Niet de Meijers hier veel. En ik voetbal veel met jongens. Artiesten. En hoe reageert Hilversum op jou meestal op je nieuwe plaat? Wordt het veel gedraaid of moet het eerst nog even een beetje wachten en zo? Nou ja, kijk, als ik een nieuwe plaat heb, mijn nieuwe LP is nu 6 weken oud. Ik loop al tegen de 25.000 LP's. Kijk, meestal weet ik wel wat ik verkoop in Nederland. Dat je al je vaste fans heb je allemaal en alles al. Maar het is moeilijk in Hilversum, als je nog niet bekend bent, door te breken. En heb je ook als je bekend bent. Want dat ligt gewoon in de discjockeys. En die houden meer van Engels. Ja, maar denk je niet dat jouw genre het Nederlands levenslied, het past gewoon niet zo tussen de, hoe heet het, de disco troep en zo. Nou, dat is niet waar, want ik kom in Denzingen. Ik denk dat ik er wel een 200 in een jaar heb, Denzingen, maar die zit er prop en prop vol. En dat is altijd aanvragen, iets meestal op scheur die foto. Dat zingt iedereen.
En dat niet alleen, maar kijk, als je nou Engels hoort, een Engels nummer, en je vertaalt het in Nederland, slaat het nergens op. Dus als ik Engels zou zingen, dan klinkt het toch ook heel anders. Dan weet een ander, het is 80% of 70% van de bevolking die helemaal geen Engels kent. En die kan ze niet verstaan.